Nou, na 1 kilometer neem op de rotonde de derde afslag. We zijn onderweg, iets later als gepland, maar ja, we hebben geen haast. Ik hoop alleen dat de eerste plek die ik uitgezocht heb dan gelijk goed is. Dus het is kort voor 3 nou. Maar ja, het was wel een productieve en aangename ochtend. Dus we hebben lekker wat boog gewandeld, met de buren gekletst, leuk stel uit Drenthe. Na 400 meter neem op de rotonde de derde afslag. Gewerkt, weer goed opgeschoten. Nog weer even terug naar het strand geweest dus. En ja, nu zijn we onderweg. Ja, voor het moment rijden we dus richting Valencia. We moeten door om Valencia heen. Als het goed is blijven we hier op deze soort autoweg. En zou het dus geen probleem moeten zijn om door Valencia heen te komen. En dan achter Valencia aan de noordkant dan van ons uit. Van ons uit zien, achter Valencia aan de noordkant. Maakt natuurlijk niet uit waar je van komt. Maar dan gaan we weer omhoog. En richting onze eerste stemming. Na 5 kilometer neem op de rotonde de eerste afslag. Een dikke 100 kilometer volgens mij. En een anderhalf uur ongeveer. Dus spreken jullie straks. Nou, blijkbaar rijden we toch door Valencia. Echt letterlijk er doorheen. Dus dan kwamen we die hele grote rotondes gehad. Waar alles gewoon kriskras door elkaar vliegt. Stoplichten die dan gewoon knipperen. En zo van, ja, kijk maar uit, dan rij maar. Ja, het was maar een klein stukje dat we echt erdoor moesten. Dus we zitten nu weer op de snelweg. Dus dat viel mee. Het was een paar kilometer, denk ik, 2 of 3 of zoiets, weet ik. Nou, maar goed, kijken of we nog ergens in een grote supermarkt tegenkomen, daar even stoppen. En dan rijden we verder. Hier loopt de snelweg pal aan de kust. Dus ik dacht, laat jullie dat nog eventjes zien. Want ja, ook voor jullie geldt nu dat we in ieder geval op deze reis met mij de Middellandse Zee achter ons gaan laten. Dus dit zijn echt de laatste blikken op de zee. Linksaf 4, daarna links aanhouden. Er ligt een of andere grote vesting zo te zien. Ja, en met de bocht bij dat vesting, of wat het was, daar bovenop die berg, dan zijn we ook definitief van de kust afgezwaaid. En rijden we nu van de kust weg naar het binnenland in. Ik ben eigenlijk benieuwd wat het Spaanse binnenland gaat bieden. Vast en zeker ook weer mooie afwisselende landschappen. Hebben we eigenlijk tot nu toe overal gehad. Dus. Maar het zal wel weer anders zijn. Zo te zien voor ons liggen al gelijk wat kleinere bergen en dergelijke. Dus ja, dat zullen we ook wel tegenkomen. En hoogvlaktes hebben we al gehoord, ga je overheen. Dus we laten ons verrassen. Zover is het dan mooi. Daar ligt een of andere ruïne of zoiets bovenop de berg. De thermometer geeft er steeds 20 graden aan, maar volgens mij schijnt het zonnetje wel een beetje erop. Dus ik heb de ramen iets verder dicht gedaan.
bergen zo kijk, zitten we vrij hoog ten opzichte van die bergtoppen. Ja, dan zijn we wel hoog, denk ik. Vrachtauto's gingen maar heel langzaam de berg op. En ik heb een paar keer moeten slikken voor mijn oren weer ploep ploep. Dus ja. Ja, we zijn de snelweg af. Want er nog een half uurtje. Ik geloof 30 kilometer, een half uurtje. Dus ja, dat zal wel allemaal van dit soort wijntjes zijn dan. Maar dat is dan wel, is wel mooi om te rijden dan. We rijden trouwens naar Montaneos. Dus ik ben 1 minuut. Volgens mij is dit wel een mooi dorpje om jullie even mee te laten kijken. Allemaal witte huisjes. Aan kwamen rijden en zag je ook hoofdzakelijk allemaal wit. Na 200 meter rechts aanhouden. Bij het aankomen, ja, 20,5 graad hier. Kijk daar, daar maar weer succes op. Bij aanrijden naar dit dorp, toen had ik het idee dat lente hier nog iets verder weg was. Maar in het dorp zat er alweer van alles in bloei, zie ik. Volgens mij rijden we er nou weer uit. Volgens mij gaan we verder berg op en gaan we ergens een berg over of zo. Er stond net zo'n bochtje langs de kant van de weg, zoals je dat in de Alpen ook vaak hebt staan. Waarbij dan op tijd aangegeven staat of een bergpas open is überhaupt, in verband met sneeuw natuurlijk. Dus, maar abierto, dus open. Het is weer schitterend mooi hier om hier te rijden. Weer een heel ander landschap, maar wel heel erg mooi. Nou, zou dat de berg zijn waar we over moeten, daar waar al die windmolentjes staan? Ik heb geen idee. Er zijn overal bergen om ons heen hier, maar... Ja, wel die kant op in ieder geval. Slingert de weg weer naar links, ik weet niet. We zullen het zien, we zullen het zien. Maar zoals gezegd, wederom heel erg mooi om hier te rijden. Hey, zo'n uitzicht. Prachtig. Ja, ik pak jullie er nog maar weer even bij, omdat het zo mooi is. Het is werkelijk schitterend weer. En
dat is weer geen kip op de weg. Je komt, volgens mij sinds we de berg op het rijden zijn, de derde auto. Ik heb niemand achter ons, ik zie niemand voor ons. Punt, 900 meter. Ik zal jullie ook een stukje meenemen op de afdaling. Wederom heel erg mooi en indrukwekkend mooi landschap. Spanje heeft me echt positief verrast in alle opzichten. Landschap, de natuur, het is werkelijk fantastisch. En een enorme afwisseling. En de mensen zijn vriendelijk. De prijzen zijn zeer aantrekkelijk. Ja, ik zal ook zeker vaker terugkomen naar Spanje. Alleen al de gedachte om de natte, klamme winters in Nederland en Duitsland, wel die streken te verruilen voor het klimaat in Zuid-Spanje dan. Want ja, dan moet je natuurlijk wel zuidelijk gaan. We zitten nou weer noordelijk te rijden. Maar ja, dat is wel erg aantrekkelijk om dat vaker te doen. In Spanje, Portugal willen we ook nog weer een keer, of weer, ik ben daar nooit in Portugal geweest, dus wil ik ook een keer bezoeken. Attention. Respect en nationalisation. Oké, permiso, grossa, handzaam. Signalering weg of zoiets. Nee. We hebben hier een nieuw stuk weg, dus misschien dat het daarom was, ja, dat er nog geen strepen of zo op stonden. Nou ja, jongens, die bochtjes mogen jullie dus opruimen, hè, want de strepen staan, de vangrijlen is er weer. Ook een hele nieuwe. Misschien is een keer iemand uit de bocht gevlogen daar. Dat zouden we natuurlijk kennen. Ja, erg mooi. Erg mooi. We zijn aangekomen op de bestemming. Ik probeer mijn hand even ervoor te houden, want ik heb geen microfoontje erin, bedenk ik me nou. Hier staan we. Ik denk dat we hier gewoon blijven staan voor de nacht. Maar het gaat eigenlijk om wat hier beneden is. En dat gaan we nou zo meteen eventjes bekijken. Here we are, parked up at our destination. And I think we're going to stay here for the night. But it's not really for what's above here, but what's down below. I'll show you in a minute. En het stikt hier van de zaafkat, hè. Nou, we gaan eens eventjes omlaag lopen. Aqua Terminal, 25 graden. 6000 liter per minuut.
Ah, check it out. Men is benieuwd of dat echt 26 graden is, dat water. Ik kan niet zeggen dat het water warm aanvoelt, maar lauw zeker. Nou, het is wel mooi hier. Officieel mag Bo hier wel komen, maar niet in het water. Nou ja, goed. Zoals dus met het strand en dergelijke. Er was vanuit gaan dat dit nou weer buiten het seizoen. Het is lauw water in ieder geval. Ja, dit is de bron. Nou, loopt dat zo. En dan komt het daar aan de andere kant. Ik moet even voorzichtig zijn, want ik heb mijn flipflop gesloopt. Daar onder die uitstekende plaat komt het dan eruit. Nou, we hebben net even gezwommen. Ja. Als je erin bent is het zeer aangenaam, moet ik zeggen. Maar voor Bo is het te koud nog om lang erin te blijven. Want ja, die is nou, het is ook eerst wel erin geweest. Die is zeker nat. En we gaan nou zo meteen terug. Ik heb dan even lekkers gegeven. Zodat ik even op mijn gemakje dit kan filmen. En dan gaan we terug naar de bus. En dan gaan we eventjes haar zo goed mogelijk droog maken. Nou, wel al het, hoe heet het? Het zand van het strand is eruit. Dus nou, dit is wel mooi. Ik ben toch wel blij dat we hier even heen... Dit is een groter bakje om je in te wassen als zorgens in de bus. Ja, mooi. Dit is echt schitterend, moet ik zeggen. Er zitten trouwens veel visjes hier in het water. En zodra je je voeten stilhoudt, dan voel je ze gelijk allemaal aan je voetjes. Voetjes. Wij zijn het aan voeten. Knabbelen. Dus ja. Nou, dan moeten we terug gaan lopen naar de bus. Bergen op daar. En aangezien ik mijn flipflop gesloopt heb, moet ik heel langzaam lopen denk ik, want anders ga ik op mijn muil. En dat is niet de bedoeling. Ja, ik zal een boterham die ik gemaakt heb. Het is weer spiegelend in de raam. Ja, wij toch een soort rijenplek was prima, had er rustig kunnen blijven staan vanavond. Maar niet van. Maar... Ik heb hier een poedeltje en die zit te bibberen. Want die is natuurlijk kleddernat. Ik heb er zo goed mogelijk afgedrogen en er ook de ochtendjas zeg maar aangedaan toen strak. Dus ik dacht van ga toch maar rijden. Dan kun je de verwarming een beetje aanzetten. Dan kan ze wat verder drogen. Dan kan de zwembroek en sowieso ook drogen. Want ja, normaal gesproken dan... Zijn handdoeken en dergelijke, 's morgens nat. En dan hebben ze de hele dag om te drogen. Maar ja, nu is het natuurlijk, de zon is achter de berg, is er niet onder, maar hij is altijd de berg. Dus ja, daar heb je ook niks van. Ik kon daar de deur niet opzetten, want het stikte er van de wilde katjes. Dus ja, die wilde ik ook niet in de bus hebben. En ik wilde niet dat Bo achteraan gaat. Wie weet wat die beesten allemaal hebben. Geen idee, maar... Ja, dus gekeken naar wat mijn eigenlijke volgende stop zou zijn. En die heb ik er dus ingezet. Dat zou dan, het is nu 6:30, om 8:00 ongeveer zouden we daar aankomen. Nou, dat is op zich nog, vind ik niet, geen probleem als ik ergens om 8:00 aankom. Maar ik heb ook nog... Er is ook iemand iets verloren hier op de weg. Ook nog een extra stop tussenin die iets eerder is. Dus ja, mocht ik tegen die tijd denken van broer, ik heb toch geen zin om nog zo ver door te rijden. Dan kan ik van tevoren nog ergens stoppen. Maar dan is dat in ieder geval al op de route naar onze volgende stop. Want hier hebben we eigenlijk gedaan waarvoor ik kwam. En dat was zwemmen in de warmwater. Bron. Dus daarom was ik deze kant op gereden. Kijk, dit zijn nog eens tunnels, hè? Helemaal uitgehakt.
in de rotsen. Dus ja, dus we zijn weer onderweg naar een volgende stop. Ik heb Bo eten gegeven. Dus de kachel is inmiddels warm hier. Het gaat wel heel erg snel hoor. En mevrouw is zich al in het in de lucht van de ventilatoren gaan zitten. Dus goed. Nou, ik mocht er nog wat zeggen. Ik weet niet hoe lang het nog licht is. Dus nog een half uurtje of zo. En ik weet niet wat er nog eventueel te zien is. Dus, maar misschien meld ik me dan van tevoren nog. Ik heb op het moment langs een enorm stuwmeer. Je kon de stuw zelf, de dam, niet over. Dat was afgesloten. Dus nou, we rijden nu dus langs het stuwmeer af. Het zal wel voor de watervoorziening of zo van een bepaalde regio of steden en dergelijke zijn, denk ik. Dat zien we natuurlijk wel veel. Dus ja, we zijn weer onderweg. En zoals ik zo straks ook al zei, ik weet niet wat ik allemaal nog eventueel film in verband met het licht. En of er nog wat te zien is of wat dan ook. En anders dan, ja, dan horen jullie sowieso van mij morgen vroeg. En dan zien jullie dan wel waar wij terecht gekomen zijn. Nou, we zijn net de provinciegrens overgegaan naar de provincie Teruel. Maar innemen zit niet zo nauw met de straten. Hoe goed dat de weg aan de andere kant was, zo hobbel de bobbel is hier aan deze kant. De navigatie zei net 14 kilometer tot de volgende instructie. Ik heb net mijn ramen even een beetje geprobeerd schoon te maken. Dus ik hoop niet dat dat 14 kilometer nog op deze manier is, eerlijk gezegd. Nou ja, we zullen het zien. En dan staan er bordjes hier 90 km per uur. Nou, dat vind ik wel heel erg optimistisch in de bergen met zo'n wegdek. Zelfs met een gewone personenauto ging ik hier niet rijden. Ja. En zo zie je dat er dan toch weer veel verschil is, ook tussen de een en de andere provincie. De provincie waar we uitkwamen was die van Castellon. Castellon of Castellan. Dus ja. Nou, wat een weg. Nou, nou heb ik het net over en dan nou, laten we hopen dan dat het dat was. Maar ik zit me net te bedenken, dit is toch alweer een tijd geleden dat we zo'n weg hebben gehad in Frankrijk. En daar had je dit soort wegen, maar in Spanje ben ik die nog niet tegengekomen, dit was de eerste. Maar laten we hopen dat het dit was, alhoewel. Nou, dit gaat ook nog. Ja, hier aan de linkerkant is het alweer slechter. Nou ja, dit is niet zo slecht als we straks in ieder geval. We zijn weer flink aan het klimmen, de berg op. Nee, we naar de 3, dat is misschien toch wat. Alweer, ja. Het is geen verkeerde rit om te doen. Dus ik hoop alleen, want dat is altijd dat we de bergen uit zijn als het donker, als de zon echt weg is. Dan zie je toch niks, dus van de omgeving. En dit gaat wel, dit, zijn goeie, dit is alweer een goede weg. Maar als je zo'n hobbel de bobbel weg hebt, zoals je straks, en dan
allemaal haarspelbochtjes en dergelijke, dan is dat minder. Het is allemaal wel te doen, maar dat is gewoon meer inspanning, zeg maar. Het is vermoeiender gewoon om zo te rijden. Dus. Maar volgens mij zijn we ruimschoots op tijd uit de bergen en zitten we dadelijk weer op de Autovia. We zijn aan het afdalen en de zon is langzaam aan het ondergaan. Dus ik dacht van, nou, dat is misschien wel leuk. Zover je kunt kijken hier. Af en toe heb je een verlaten gebouw ergens liggen. Geen idee of er ooit nog mensen komen of dat het verlaten boerderij of zoiets is. Er staat zo meteen hier links van de weg een groot kruis. Misschien ook een dag van dit tijdstip zo met de schemering. Dat is misschien niet verkeerd om misschien iets van wild of zo te zien. Maar ja, tot nu toe nog niks gezien. In elk geval. Ja, groot Christuskruis denk ik. Ik weet niet of die eraan hangt aan de andere kant. Robelos de Mora. Dat kun je zien, dat kun je van beneden uit natuurlijk zien. Daar ligt best wel een grote kerk hier beneden. Ja, dat kunnen jullie niet zien. Misschien zo meteen dat de weg een beetje meewerkt. Die kant op draait. Ik zal het vast even zo ver mogelijk. Er zijn twee kerken rechts eruit. Links, ik denk dat die net niet in beeld kwam. Er nog één. Dat was de grote. Na 1 kilometer links afslaan. Het is wel donker, maar sorry, ik heb mijn mond vol. Toch even inschakelen, want we zitten nu op de snelweg en dat is jammer dat het donker is, want ik zie zelf ook niet. Maar we zitten dus op een of andere hoogvlakte, want we hadden net het hoogste punt bereikt. Deze snelweg loopt dus op 1223 meter hoogte. Dus dat vind ik toch wel bijzonder dan. Dus we zitten op zo'n hoogvlakte blijkbaar. We waren ook vanaf de warmwaterbron, zeg maar, ben ik ook tot nu eigenlijk helemaal door de bergen gereden en ook flink geklommen. Dus ja.
Maar we zitten nu weer op de snelweg en ik ben benieuwd. Ik denk trouwens dat ik stop bij de 105. Hier bij de volgende afrit denk ik dat we even opletten. 105. Ja. Dus dat ik op die eerste plek ga stoppen. Ook omdat het nou donker is en ik de tweede plek bij een kleiner dorp is, wat ik wel graag wil bezoeken, maar ja. Waarschijnlijk handiger is om dat dan overdag, want ik weet niet hoe het daar is met het parkeren. En het andere is een hele grote camperplaats tegenover het politiebureau, dus dat zou goed moeten zijn. Maar ik ga de navigatie er weer bij pakken.